Welcome to Holland Poker Suite. My name is Melissa, and it's July 7th. This is Poker Inside with your host, Peter and Rolf. Dankjewel Melissa, dames en heren, van harte welkom hier voor de eerste aflevering van Poker Insight. De eerste aflevering Poker Insight vanuit Las Vegas, de eerste aflevering Poker Insight vanaf de WSOP. We zitten hier met vier mensen aan tafel en we komen gerend uit de toernooizaal, want we hebben allemaal hard gespeeld. Dus we zijn allemaal nog zeer ingespannen na een zware dag. Zeker weten Rolf, 897 spelers vandaag. Het is wel ongeveer 200 minder dan vorig jaar. Ja, dat is minder dan verwacht. En wij dachten maar dat het meer spelers zouden zijn dan vorig jaar. Maar dit is een slecht teken. Ja, nou ja, heel slecht. Uiteindelijk, als je gaat rekenen, zou je nog uitkomen op ongeveer 5500 voor het main event dit jaar. Maar het is nog even afwachten. Ja, en betekent dat jij een sidebet gaat verliezen. Maar goed, dit volledig terzijde. Dat verklappen we later nog over. dit volledig terzijde. Eerste aflevering is van Poker Insight met meteen twee hele speciale gasten. Geheel ter linkerzijde zit een dame die een ongelooflijk aantal chips heeft verzameld op dag 1 van het main event. Laat ik zeggen, een voor mijn begrippen ongelooflijk aantal chips. Inderdaad. Dat is heel betrekkelijk. Oké, okay. Welkom zeer betrekkelijk. Dank je. Welkom, Björn Verbakel. Van harte welkom. Fatima, jij eerst heel kort, hoe heb je het gedaan? Hoe? Ja. Hoe bedoel je? In de rating van goed, slecht of van heel 30.000 goed, of van hoe ben ik ertoe gekomen dat ik de chips heb die ik heb. Van 30.000 naar 91.000 is natuurlijk heel erg veel. Ja, ik, god, al die handen. Het ging gewoon wel redelijk. In de beginlevels kreeg ik niet veel, tot ik op een gegeven moment een setje vieren flopte tegen Azen. Het ging er op de turn in tegen een goos die nog maar 16.000 had. En toen een level echt helemaal kaartdood geweest, maar wel rustig gebleven. En daarna, eigenlijk na de dinnerbreak, ging het wel lekker gewoon. Ja. Ik heb eigenlijk best wel wat lichter gevaluebet op de river, omdat ik het gevoel had dat ze tegen mij, ja, eerder, als ze een checkrace zouden doen op de river, ja, dat het eerder zeg maar een bluff zou zijn. En dat ze ook niet echt verwachten dat ik bepaalde handen nog zou valuebetten. Dus ja. Nou, we gaan het allemaal zo tot in de diepte bespreken. Want aan onze rechterzijde zit Björn Verbakel. Ja. En dat is helemaal iemand die een mooie resultaat kan bijschrijven. Precies, vandaag. We zijn hier natuurlijk voor main event. We hebben Poker City natuurlijk op de tromp geslagen. Main event, daar zijn we. En de eerste Poker Insight hebben we iemand die heel ver is gekomen in het Potlimit Oma high-low toernooi. Björn, welkom. Welkom. Jij bent net vanavond 8e geworden en dat leverde zo uit mijn hoofd ruim $43.000 op. Klopt. Vertel kort over je dag vandaag. Over je begon met meer spelers nog dan de finaleavontuur. We begonnen met 35 spelers volgens mij. Ja, ik was best wel kaartdood vandaag. Gisteren heel goede kaart gehad. Vandaag dus kaartdood. Eén keer een beetje mazzel gehad. Zodat ik aan de final table kwam. Gewoon, ja, een paar kleine potjes opgepakt. Dat is eigenlijk alles. Een beetje rolslop aan mijn stijl gespeeld vandaag. Zoals hoor. Waarom lacht zij nou? Is dat ook een PLO high-low goed? Ja, ik heb eigenlijk niet echt hele grote potten gespeeld. Nou, dus aan de final table begon ik iets van 7 of 8 stekken. 9 spelers inderdaad. Ja, 10 spelers begonnen. Ja, was de officieuze. Ja. Nee, 10 spelers begonnen officieuze mee inderdaad. Nou goed, toen hadden ze de final table, wat op zich wel oké was natuurlijk al. Altijd leuk een keer final table te halen op de World Series. Er zaten een paar bekende jongens aan. Ja, vooral Phil Laak, die zat links van mij. De Unabomber. Een gast die 2 jaar geleden de 50k horse had gewonnen. Nick Schulman denk ik. Nee, ik bedoel je? Nee, dat was niet hij. Dat was iemand anders. Okay. Een oude gast. Een gevaarlijk speler. Ja, en dan nog een paar andere bekenden. Ja, is op zich wel fijn, want meestal zijn de bekende spelers van de Noord-Limit Holm zien redelijk slecht. En die zijn die rare spelletjes natuurlijk minder goed. Ja, die zien die rare spelletjes minder goed. Ja. Ik zag ze hele gekke dingen doen, dus dat kwam wel goed uit. Oké, wat heb je nog iets aan die finaletafel? Hoe verliep die voor jou? Finaletafel ging eigenlijk best slecht voor mij, omdat alle short stacks dubbelden meteen. En ik was zelf ook een van de short stackers, dus... toen pakte ik zelf ook een paar kleine potjes weer op. En toen kreeg ik voor het eerst keer erin. En toen was het meteen over. Ja, voor de mensen die dit spel thuis niet kennen, en er zijn er veel.
Pot Limit Omaha Hilo is een raar spel, want Omaha is al een moeilijk spel. Heb je 4 kaarten in je hand, dan speel je natuurlijk gewoon 2 kaarten uit je hand en 3 van het bord. Maar Pot Limit Omaha Hilo betekent dat de pot ook nog, als er 3 lage kaarten op tafel komen, dat er ook nog een low kan zijn. Dus dat de pot verdeeld wordt tussen de hoogste hand en de laagste hand. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. En dat goed. Hij vroeg het niet aan jou. Holland speelt alleen maar Pot Limit Omaha, nooit hallo. Dus zei hij dat goed? Maar het is, toen ik het spel geleerd had, toen stond het echt bekend als een uitneemspel. Dus waar als je een bepaald niveau had gehaald, dat je niet heel veel hoger kon dan dat niveau, maar dat het geld verdiend werd, dat er altijd een paar mensen zijn die sukkels zijn en die exploiteerbare fouten maken. Zie je dat ook zo? En heb je daar nu ook gebruik van gemaakt in die toernooi? Ja, was zeker wel. Ja, maar de rol zegt zeker wel waar in die toernooien. Omdat, ja, vooral de No Limit Hold'em spelers, die denken dat ze heel goed zijn. Ze zijn natuurlijk heel goed in No Limit Hold'em en dan gaan ze zo'n spelletje spelen. En dan ja, pakken ze er eigenlijk helemaal niks van. Bijvoorbeeld ja. De bracelet, de gasten die graag een bracelet willen winnen, die is ieder toernooi spelen. Ja. Ja, die pakken er dus niks van. Bijvoorbeeld een Dion de Graan, ik had gehoord dat hij het gewoon iedere keer slechter in had met gewoon oma high handen en zo. Ja, ja of waarschijnlijk kale aas 2 handen die zijn in limit dan wel kunnen callen, maar in pot limit dan misschien niet als je er niks bij hebt, toch? Ja, inderdaad. Ja, zo'n dingen. Ja. Oké. Bayern was $5,000 inderdaad. Je pakt nu 43. Wat is nu je gevoel na afloop? Het is nu 2-3 uur geleden. Ja, natuurlijk. Als je er meteen uitvliegt, is het natuurlijk echt heel slecht. Je voelt je eigen natuurlijk. Ja, ben je inmiddels al een beetje blij of komt het morgen? Ik denk dat het morgen komt. We hebben nu nog een chagrijnig op aan tafel. Nee, dat valt wel. Het valt me al mee. Dus, okay. Ja. En je bent natuurlijk vet gesupport, want volgens mij heb je een flinke gedeelte familie heb je meegenomen. Ja, klopt dat toevallig waren ze net, dus ik kwam een week hierheen en toevallig net, terwijl ik de final table haal. Oké, dus je hebt ze niet uitgenodigd voor de finale tafel, maar ze waren er al eigenlijk? Ja, ze waren er, ja, dat was wel toevallig, ja. Oké. Okay. Ze gaan wel een aardige ding over zeggen, want ze zitten hier 2 meter naast de tafel natuurlijk. Oké, okay, dat was jouw dag van vandaag. Speel jij wel eens Pelo, Hilo, Fatima? Nou, ik ben toevallig, net voordat ik naar de WSOP ging, dacht ik, weet je, soms speel ik wel eens PLO potjes online. En nu dacht ik, laat ik ook eens PLO Hilo. Ja. Zo'n No-Limit Hold'em speler die denkt, laat ik eens kijken. Ik wist er helemaal niks van nog. Gewoon ingeschreven, zo'n $3 toernooi, alles afgekold om te kijken hoe het werkte. Toen dacht ik, laat ik het anders eerst even googlen. Toen heb ik het even gegoogeld. Toen ging ik het spelen, ik vond het eigenlijk best wel leuk. Okay. Maar zoals ik al zei, ik ben nog heel exploiteerbaar. Dus ik ga me niet inschrijven voor WSOP-events en zo. Nee, okay. Ik ga vrolijk verder als ik weer in Nederland ben. Ja, precies. Jouw main event vandaag hadden we natuurlijk net al even kort over. Lange dag achter de rug. Hoe verwerk je zo'n dag? Door een interview. Door een interview? Ja. Voor lekker te gaan slapen. Ja, precies. Ik heb 3 dagen vrij nu volgens mij. Ja, 3 dagen en dan is 2A pas weer. Dus ik ga morgen denk ik toch maar uitslapen. Want eigenlijk zouden we om 9 uur misschien gaan schieten. In die gunstore hier. Met een aantal. Maar ik denk dat ik... Ja, het is nu... Hoe laat zal het zijn? 2 uur of zo. Of 2 uur ga ik waarschijnlijk of 3 uur. Dat gaat niet om schieten. Dus en dan gewoon een beetje chillen. Okay. En, we hebben een huis gehuurd met een aantal mensen. Dus gaan we gewoon een beetje bij de pool. En, schieten valt ik redelijk tegen. We moeten nog geschieden. Wat hebben we hier voor gasten? Ik wil je beter weten, toch? Nee, we hebben hier een motto. We zitten al een week op het motto. Wat is het motto? Tieten schieten helikopter. Ja, precies. Tieten schieten helikopter. Wat hebben jullie dan wel al gedaan? Schieten wordt al. Tieten wel? Zeg maar niet. Vuile viesrichting. Er zijn gewoon beelden van. Ja, hij krijgt dat rode wangetjes. Dat heb je wel goed gezien. Ja, mijn vriendin kijkt ook. Oké. Okay. Hey, serieus nog over jouw dag van vandaag. Hoe was je tafel? Zaten er bekende mensen bij? Nee, er zaten niet veel. Ik had niet een hele lastige tafel. En ik had gelukkig in het begin positie op de gasten die van 3-betten hielden. Dus dat was wel relaxed. En de slechtere zaten links van me. En op een gegeven moment buste ook. Toen kwamen er wel 2 iets betere spelers kwamen links van me zitten. Maar toen buste weer die andere gasten, die groeien. Dus uiteindelijk... Het verliep vrij ideaal, zo te horen. Ja, het verliep wel redelijk. En ik ben op een gegeven moment, toen die gasten die veel 3-bet er nog wel in zaten, heb ik niet veel op hun blinds geopend of buttons. En gewoon wat rust, wat tijdiger geopend. En wat later, toen dat minder het geval was, nog steeds redelijk tijd gespeeld. Maar wel gewoon mijn range, zeg maar, vastgehouden. Ja.
Je noemde net even dunne value betten op de river. Heb je daar een voorbeeld van? Kun je me dan zo bedenken waarvan je zegt, nou, daar heb ik iets gedaan wat ik eigenlijk normaal gesproken net niet doe? Ja, ik heb op een gegeven moment, ik had net een hand gewonnen. Mm-hmm. En toen had ik 6 op de button, die open ik. En de big blind 3 bet mij. Mm-hmm. Ik was het in 2-4 open ik naar 9. Mm-hmm. 8,25 en hij gaat naar. Okay. Nee, het was in. Wacht even hoor, ik moet even denken. Het was in 150, 300 maak ik 8 en hij maakt 2200. Ja. Ik call, flop is 3, 4, 7. Mm. Twee klavers. Ik heb klaver 6, hart 6. Maar niet. Hij bet 2300, ik call. Turn is een klaver 2, hij checkt. Ik bet 5500, hij callt. River is een schoppen 6. Mm-hmm. Hij checkt weer. Nou ja, ligt one card straight, flush. En ik value bet daar nog 6,5, 6700. Hij maakt 13,5 en ik call. Oké, hij check race je dus op. Hij check race, maar hij had een hand daar. Nou ja, toen er nog van die gast zat, hij die 3 betten, had hij een gozer, een heel agressieve gozer, ook gecheck raced op de river. En op zijn 3 bet op de river weer gefold. Okay, dus ik had zoiets van, jij doet dit zeker tegen mij. Weet je, omdat je denkt dat je me nog van een hand af kan zetten. Dus, en toen liet je ook achter zien. Okay. Dus dat was, Het klinkt alsof er diep wordt nagedacht over het spel. Ik zit er even na te denken over die handpositie, Rolf. Wat kun je ervan zeggen? Ik vind het knap gespeeld. Want ik het is vrij licht gevalue bet. Ik zou heel vaak ook behind checken daar. Ja. Maar, ja, goed gespeeld. En maximale waarde tegen dat soort gasten eruit halen. Dat zou jij dus ook doen. Gewoon stampen. Ik heb natuurlijk gecheckt. Dat is een mooi moment om een rol te vragen. Heb je vandaag ook lopen stampen, Rolf? Ik heb eigenlijk het eerste level ben ik vrij actief tekeer gegaan. Voor mij doen in ieder geval. Wat hebben we van gasten hier? Waarschijnlijk speelt die 8-6. En daar hebben we nog moeite voor gedaan voor deze gast. Dat is niet te geloven. In 500 naar 250. We hebben zelfs een vrouw 6 op zoet is er gesignaleerd. Wat? Ja. In de gereste pot, door mij zelfs. Ja, het was gekte. Even serieus, eerste level ben ik vrij actief geweest. Dat liep eigenlijk niet, toen het een beetje shorthanded nog was. Dat liep eigenlijk niet heel erg lekker, dus ik had nog gewoon 30.000 na afloop van het eerste level. Toen ben ik weer teruggeschakeld, omdat de anderen dachten dat ik elke keer als er naar mij toegevoegd werd, geopend werd. Ik denk, ga ik nu weer terugschakelen, ga ik er gebruik van maken. En uiteindelijk is er geen enkele hand meer gekomen. De enige hand die nog kwam was Pocket Ace, dat was vlak voor tijd en die heb ik keurig verneukt. Dus dat, hoe dan? Vertel eens. Een Russische speler die echt mijn target was voor die dag, die niet kon wegleggen op 3 bets. Die opent weer. Ik vind eindelijk azen. Ik re-race hem in positie. Hij callt. Flop komt 10 boer vrouw. Ik denk al, scheid met mijn azen. Ja. Hij checkt. Ik check terug. Turn is een 2. Ik denk, nou, ziet er al beter uit. Hij checkt nog een keer. Ik denk, mooi. Ik check nog een keer. Ik denk, dan gaan we op de river. Gaan we er wat waarde uithalen. River is een 9. 4 kaarten naar de straat met boord. Hij bet 3000 in de pot van, wat is het, 6300 of zo. En ik ga bol. En ik pas. En dat was het einde van mijn toernooi. Toen had ik 24.000. Ja. Goed, dat is mijn toernooi. Jij staat er geweldig voor. En dat is natuurlijk veel belangrijker. Nee. Dat is heel goed. Hoeveel heb je precies geholpen trouwens? Ik heb 24.225. Okay. Begonnen met 30.000. Dus op zich is het lang niet zo slecht. Ik heb nog een paar andere van Nederland. Ja, dat vind ik interessant. Fatima is niet de allerbeste Nederlander van de lijstje. Nee, ben ik ook niet. ik bedoel het juist. Want de nummer 1 is... Tim de Goede heeft 107.000 punten. Lex Veldhuis heeft ook een goede dag achter terug, 82.000 punten. Steven van Zadelhof met 70. En dan, solid. Zeer solid. En dan solid. Een lijstje met rond de beginsterk, het begint mij Casimir. Vincent van der Fluit speelt 31.000. Rob Hollink moet zijn vlucht verzetten, want die speelt 27.000 punten. En die wilde eigenlijk overmorgen naar huis. De heer Slotboom speelt 24.000 en een beetje. Ja. Voor Bank, dat is het part, denk ik, speelt 18.000. En dat was het lijstje wat ik hier 36. Heb. Ja, Casimir 36. Ja. Oké. Okay. Dat is dus de lijst. Wil je het nog een keer zeggen? Kijk maar terug. Morgen is het lijst. Je zei dat hij startte met het lijst. Nee, degene die bij de beginstek zitten. Zij bent $10, ik heb het gezegd. Oké. Okay. Ja, is goed. Okay, cool. Nice. Hey, tijd? Box. Oké. Ik verlies je. Tijd. Ik vind het ook. Dit gaat helemaal goed. Tijd voor iets anders. Tijd voor de man die overal een kritische blik op heeft. Onze eigen Nico Zijksnoer. Oh ja. Poker City goes Vegas. Ja, we zijn nog niet eens geland. Ik heb er nu al geen reetje meer in.
Dus je eerst een tieringhekel aan hebben die ziet vliegen. Je begint dan bij de security check. En wat dat betreft maak ik mijn borst naar het, want ik heb gehoord dat het in Amerika nog veel erger is. Ik heb in de krant een artikel gelezen. Het ging erover dat een Amerikaanse douanebeambte zelfs een baby heeft gefouilleerd. Kritiek alom natuurlijk. Want ja, een baby, dit kan natuurlijk nooit een terrorist zijn, dat zeggen de critici. Maar wie dat zegt, die heeft zeker nog nooit een hele vlucht naast zo'n baby gezeten. Maar als je dat één keer hebt meegemaakt, dan wil je zelf maar zo snel mogelijk op de no-fly list hebben hoor. Goed, we vliegen hier dus met British Airways, ook wel bekend als BA, dus dan weet je het wel. Wie noemt er nou een luchtvaartmaatschappij nadat dat ene personage uit de E-team het vliegangst heeft? Moet je nog oppassen hoor, dat je bij de stewardess geen glaasje melk bestelt. Want voor je dit weet heeft Murdoch er weer een slaapmiddeltje in gedaan. En het toilet is ook al de hele tijd bezet. Vermoedelijk omdat Hannibal en Face daar op dit moment een tank aan het bouwen zijn van een koffiezetapparaat, een elastiekje en drie van die opblaasbare nekkussentjes. Nu staan de Britten, nog de luchtvaartmaatschappijen, bekend om hun culinaire kwaliteiten. Dus als je te maken hebt met een Britse luchtvaartmaatschappij, dan snap je wel dat wat er hier voor voedsel moet doorgaan in feite een flagrante overtreding is van de Geneefse conventie. Ik nam de kip, mijn buurman nam de roastbeef en vervolgens hebben we ons een uur lang vermaakt met een potje zoek de vijf verschillen. Maar dat was niet te ontdekken. Dus, maar goed. Poker City is daar straks eindelijk in Vegas. Kost wat, heb je ook wat. En gelukkig heeft het overgrote merendeel van de spelers gewacht met het leveren van een fatsoenlijke prestatie, totdat onze camera's op Amerikaanse bodem worden opgesteld. Alleen Noah Boeken kon weer eens niet wachten. Maar goed, boze tongen beweren dat die gelieerd is aan een concurrerende site. Nee, dan Rolf Slotboom. Die wint al maandenlang geen ene flikker. Die houdt zijn kruid al anderhalf jaar gort en gort droog om speciaal voor Poker City in Vegas te kijken of die kwiek kan presteren. Nou ja, we gaan het zien. Ik vind het klasse. Genoeg gouden hoed. Vind je dat even kijken wat ik hier heb? Mag idee. Ja. Oh, hang op. Dankjewel, Nico. Dankjewel, Nico. Tof die Nico, zeg. Nou, ik vond niet alle grappen even leuk. Maar goed, dit is volledig terzijde. Björn Verbakel. Björn Verbakel. Veel mensen thuis kennen jou niet. Ik ken je tot op dit moment ook niet echt heel goed. Paar dingen die ik van je wist. Je woont in Londen. Je bent hier de hele World Series. Je speelt af en toe wat rare spelletjes. Je speelt best op hoog niveau. En je behoort bij Poker Strategy. Voor de rest weet ik niet heel veel. Stel je voor aan het publiek. Nou, ik ben dan Björn Verbakel. Woon dus sinds kort in Engeland. Zou je ook wel zeggen met jouw accent? Is dat zo? Daarvoor woon ik in Brabant. Maar natuurlijk wel te horen aan mijn stem. In Beekendonk. Ligt tegen Eindhoven. Ik speelde eerst heel veel Holland Casino toernooien. Ja. Heb ik al wel helemaal gezien dus. Ja, heel vaak aan tafel gezeten, potten met oma toernooitjes en toernooien met Holland. Sinds 2,5 jaar speel ik ongeveer voor Poker Strategy. Tijd stop geweest omdat ik in Monaco iets van 70.000 euro won, maar ik dus meer belasting moest betalen met belastingtarief in Nederland. Slecht is, ben ik dus gestopt. Okay. Daar ben ik dus verhuisd en daar ben ik dus weer verder gegaan. Omdat daar dus geen belasting is tot nu toe. En hoe staat het dus op de rail weer? Ja, nou straks. Okay. En verder speel ik een beetje online. Okay. Nou dat is in het kort over jezelf. Deze World Series, hoeveel events heb je nu gespeeld, denk je? Ik denk ongeveer 15 of zo. En één Venetian Deep Stacked. Okay. We hadden even kort, eerder al, je hebt nu 43k gepakt. Je staat nu denk ik ongeveer kiet of net in de min of net in de plus. Ja, het zit een beetje rond de kiet, ja. Is dat ongeveer wat je van tevoren verwacht of waar je dan, als je niet heel groot kerst, waar je dan, nou oké, dan maar kiet? Ja, je hoopt natuurlijk gewoon, als je een beetje realistisch bent, hoop je natuurlijk gewoon op één final table, dan mag je best in je handen klap. Heb je het nou gehaald en een paar andere cashjes. Dat was eigenlijk mijn doel. Natuurlijk wel jammer dat je nog steeds rond een beetje de kiet zit, maar ja. Als het van de mensen beter loopt, dan loop je natuurlijk goed binnen.
Maar wel een goede prestatie. Het is jammer dat het payoff inderdaad niet groter is dan, maar je prestaties zijn natuurlijk gewoon heel goed. Ja, op zich. We hadden natuurlijk steeds 8 en 5K toernooien. Ja. Dus dat is gewoon een groot toernooi, 8 en 5K. Ja. Waar de 324 deelnemers zijn behoogd. 352. Ja, 352 was ook behoogd. Dus 352 inderdaad. Phil Laak heeft me overigens niet gewonnen, want die zag ik in de hal al lopen. Dus ik denk 4 ik worden. Ja, dat is waar ik voor. Precies. Dat kunnen jullie allemaal teruglezen uiteraard in de Wasteup update die ook op onze site verschijnt of misschien al erop staat. Poker Strategy, jij bent daar ook coach, begreep ik? Ja, ik doe daar sitting go coaching. Mm-hmm. Ja, één keer per week. En ik maak video's over sitting go's. Ja. Dat is eigenlijk wat voor. En je hebt een deal waardoor je toernooien kunt spelen? Ja, aan het spelen. Maak dan alle EPT's. Precies. Kun je een beetje vertellen hoe die in elkaar zit? Want je bent hier in de Wezel op en je speelt eigenlijk wat je zin in hebt. Ja, ik moet van tevoren gewoon aangeven wat ik wil spelen. Mm-hmm. En dan zeggen wat ik mag spelen. Dus eigenlijk alles tot 10.000. En dan Noorden met Holland en Pollen met Roma, Pollen met Roma Hilo. Oké, dat zijn jouw drie main games? Ja, dat is wat ik mag spelen. Oké. Je speelt ook andere dingen, wat hebben ze? Oh nee, de rest speel ik. Nee, de rest speel ik. Ja. Oké. Okay. Ik zou wel een hoofdtoernooitje willen spelen van 1500 of zo, maar in ieder geval meer of zo. We hebben natuurlijk wel een beetje onderzoek gedaan naar Bjorn van Bakel, ook op internet, en kwam een topic tegen op Tourbus toe en daar stond de topic titel Are players like Angry Fish en Bokkie 87 good or bad for the PLO Hilo game? Ja, dat is een beetje een soft game, dat is gewoon pre-flop, push and fold met No Limit Hilo is dat. Ja, No Limit Hilo. Ja, 20 BB, ja. Ja. Sommige mensen ja, die vinden dus niks. En waarom werd jouw naam genoemd van je bent niet goed voor het spel? Ja, omdat veel mensen dat dus niet leuk vinden. Als je dat, veel mensen willen gewoon. Want je schuift gewoon heel vaak pre-flop al in. Ja, als je 20 BB speelt, is het meestal wel pre-flop. Dus hoeveel procent schuif je dan al in bijvoorbeeld? Ja, ik denk wel van 40%. Okay. En jullie willen daar lekker limpen of zo? Wat? Hm? Wil iedereen daar dan lekker limpen of zo? Ja, snap ik ook niet. Maar, het liefst dan heads-up bedoel ik dan. En yeah. Niet eens bijvoorbeeld six hands of zo, yeah. Dan natuurlijk niet. Oké, okay. Dus er wordt online over je gepraat. Ja, maar vooral bijvoorbeeld de regulars die type willen spelen, die snappen dus niet heel goed hoe je. Bijvoorbeeld heads-up speelt. Yeah. Net, die willen ze tafels openen en dan kom ik erbij zitten en dan lieven ze weer omdat ze dus niet willen kennen. Ik hou natuurlijk wel een beetje gamble, dat is wel leuk. Oké, okay. Ja, we zijn een Vegas, dus leef je uit, zou ik zeggen. Je hebt wat geld op zak. Wanneer speel jij het main event? Dag 1C. Ik zou eigenlijk vandaag spelen, maar ja, was dus iets tussen gekomen. Het final table. Ja, ja, dus helaas. Oké, okay, nou, dan op dag 1C gaan we natuurlijk weer eventjes aan de rail steunen in het main event. Twee dagen later, op dag 2A, ben jij aan de beurt in Fatima. Ja, en hij als het goed is dan dus ook. Hij als het goed is ook, je hebt gelijk. Is dat zo? Ja. Niet 2B? Huh? Zat er 2... Nee, 2A en 2B hebben ze. En 1A en 1C spelen op 2A. En 1B en 1D spelen op 2B. Kort. Wat ga je in de tussentijd doen? En wat heb je tot nu toe eigenlijk gedaan in Las Vegas? Nou, ik ben best wel van chill. Ik ben niet van tiet schieten en weet ik het wat jullie allemaal helikopter. Doen. Helikopter. Van een plekje thuis. Allemaal niet. Oh, dan moet ik zeker schieten met mijn tieten in de helikopter. Ik zie Piet boven deze twinkel. we hebben een kazijnhuis gehuurd met vrienden en daar hebben we gewoon een beetje gechilled. En, ik ben nog niet naar shows geweest, ik ben niet uit geweest. Ik ben wel uit eten geweest, okay. Lekker een beetje lunch bij de Cheesecake Factory. Ja. En gespeeld, ik heb iets van 5 toernooitjes gespeeld hier. Vooral 1500 en 1000 toernooitjes en een paar diepstekjes in de finish. En al 1 cash genoteerd? 1 cash in die laatste 1000. En dat was het. Oké, okay, maar speel je nog wat cash games tussendoor? Of naast die toernooien ga je echt alleen maar chillen? Nee, ik speel alleen toernooien. Okay. En ik wilde juist ook, ik ben de 20ste hierheen gekomen, 20 juni. En vorig jaar heb ik echt iets van 11 toernooien gespeeld voor het main event. Toen was ik best wel gaar. En nu heb ik zoiets van, nou, ik ga ietsje minder toernooien spelen, maar wel dat ik er lekker een beetje in zit en niet meer die last van die jetlag. Want de eerste week was echt, om 6 uur 's ochtends, 5 uur 's ochtends wakker elke ochtend. Dus dat schiet niet echt op. Dus ik zit er wel lekker in, moet ik zeggen. Heb je verder iets met deze stad? Nee, helemaal niks. Nee? Ik vind het echt vreselijk. Oké, dat is helder. Ja, ik bedoel, het is hier heel warm. Nou, oké, als je een huis hebt gehuurd en je hebt een zwembad, kun je wel buiten chillen. Maar anders vertoef je altijd binnen. Gewoon altijd in de airco en het is... Eigenlijk gewoon de stad van hel. Ik bedoel, overal waar je rondloopt is het, wat je wil is gewoon dat je geld uitgeeft. Ja. Dus het is of gokken of tieten.
Of kleding. Weet je wel? Wat? Het is echt iets voor mannen. Ja, het is gewoon Disneyland voor mannen. Nou, en een beetje voor vrouwen die een man hebben met veel geld of zo. Ja. Met deze zeer politiek correcte uitspraken komen we bij ons volgende onderdeel. Want we gaan verder met nog meer politiek correcte uitspraken in onze eigen top 5. Top 5 van de tweets. Op 5, Vincent van der Fluit. Don't think I've worn matching socks yet in Vegas this year. I don't plan on changing this today. Oké, dat was de nummer 5. Op nummer 4 staat onze eigen Joey Singles. En die zei... Lol, camera halen in de andere kamer. Komt voor de lift een negerin naar me toe. Where are you going? Shall I go with you? Nou, nee, zegt Joey. En op 3. Op nummer 3, Paul Valkenburg. Come on, dude. Let's go bowling. En op nummer 2, onze eigen Rob Hollink. Batoel Rob, wat schreef je? Hij schreef, ready, tussen haakjes, too early for the main event. Curious, what kind of a bad beat the poker gods have in mind for me today. Erg positief dus. En nummer 1 van Bjorn Verbakel, Bokkie 87. Achte. Tot zover de top 5 van de tweets. Laatste gedeelte van dit programma. Kort en snel gaan we op een paar puntjes in. Fatima. Heel kort, je bent jarig geweest en je hebt gespeeld. Hoe was dat? Samen is dat toch een moeilijke combinatie. Poker op je verjaardag. Ja, maar wel in het geld, dus ik kreeg allemaal cadeautjes. Oké, dat klinkt erg goed. Nog iets leuks, complimentje ga ik geven. Ik heb een programma gesteld. Ja, gebeurt niet vaak. Programma wat ik heb gezien van jou en Raymond, dat jullie samen naar Bali gingen, vond ik erg leuk. Jullie kwamen heel goed in voor. Raymond kwam erg goed naar voren. Complimentje. Wil je nog iets over zeggen of niet? Oh, ik dacht, wat is de vraag? Nee. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nee, het was een mooie reis. Mooi. Dat is ook weer behandeld. En de laatste vraag, wat ik aan jou in ieder geval wilde stellen. Ik las in het AD dat jullie kindjes willen gaan maken misschien. Dat stond er zo klip en klaar. Ja. En toen dacht ik... Is dat waarheid of is het misschien een beetje mooier gemaakt dan de werkelijkheid? Nou, wij willen uiteindelijk wel kindjes gaan maken. Alleen dat is niet zo van. Ik geloof dat die gozer nog had gezegd van dat ik over een jaar kinderen wil. Dat heb ik niet gezegd. En ik kijk altijd interviews na. En deze keer heb ik het voor één keer niet gedaan omdat de deadline heel kort was en ik druk was. En dan komt er dus altijd zoiets in. Maar ik vind het niet erg. Wij willen uiteindelijk wel kinderen. Maar wanneer dat gebeurt, ja, weet ik veel. Ik ben niet zo'n planner ook. Klopt. Beetje broodje aan. Beetje gemaakt. Nou ja, we willen wel kinderen, ja. Een paar korte vragen ook voor jou, Björn. Wat nu? Main event komt eraan. Wat is je plan? Winnen. Ergens een plan. Dat zit hij. Ook nog speciaal plan van aanpak, omdat dit natuurlijk een heel ander toernooi is. Deep stack met vrij veel slechte spelers, in het begin in ieder geval. Ga je het anders aanpakken dan een normaal main event? Waarschijnlijk ga ik wel iets losser spelen. Ja. Voor de rest weet ik niet, het ligt natuurlijk aan de tafel. Ik kan moeilijk van tevoren zeggen hoe het is. Misschien tref ik wel een hele sterke tafel. Is jouw doel chip vergaren of is je doel in eerste instantie proberen te overleven en dan maar pas kijken of ik chip kan vergaren? Meestal is dag 1 meer toch overleven, denk ik. Dag 2 meer chip vergaren. Ja, hangt helemaal van je tafel. Ja, hangt veel van je tafel af. Er zitten zulke mongolen ook soms op tafel. Het was een vent die speelde pot control. Die check callde 3 keer met een geflopte set op een aas hoog bord. Dat ik echt dacht, gast, wat ben je... Dat iedereen... Weet je, die gozer die denkt value betten op een two pair river. En die gozer draait gewoon een set 7 zo op. En die gast denkt, wat is dit dan? Ja, 3 keer heeft hij dat gedaan, die man. Ja, dat was echt ziek. Dat is ik. Klinkt goed voor jouw dag eens, zei Bjorn. Ja, ik hoop het. Ik moet ook eerlijk zeggen, het verbaast mijzelf ook van dat een 10.000 toernooi, waar je eigenlijk op veel zijn niet meer direct kan inkopen, dat er toch nog zoveel, toch wel wat zwakkere spelers nog steeds in het veld zitten. Maar het is een main event, Rolf. Het is nog steeds een main event en nou, iedereen wil erbij zijn. Van de wereldseries. Dat is wel zo. Fatima net zegt, ik zat in de 10.000 high-low, limit high-low, en een gast check-callde me 3 keer op een vrouw 7-7 flop, ja. En vrouw. Nee. Okay. Hij checkt al 3 keer. Nee. Ja, serieus. Oké. Hoe dan? Ja, waarom? Ja, op de Turn on the River waren 2 low kaarten.
Hij checkt al het flop. Okay. Ik had aas vrouw, turn en aas. En river, laat zeggen 4 of zo. Okay. Hij checkt al 3 keer. Omdat hij denkt van je kan 7-7 plus een low hebben, toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat kan ik wel iets voorstellen. Low, ja. En dat was ongeveer de eerste hand. Dus ik dacht van oké, dat was leuk. Ja. Oké, nou, wij praten nog eventjes verder hier. Voor nu, dit loopt allemaal al veel te lang uit. Dus we gaan ermee stoppen, Rolf. Ja, er zijn allemaal mensen met hun handen te zwaaien dat we moeten gaan stoppen. Dus dat doen we. Fatima, heel erg bedankt voor je aanwezigheid en voor je zeer subtiel verwoorde uitspraken. daar houden wij van poker, bij ja, Poker Insight. Björn, geweldig dat je er was. Heel leuk dat je familie hebt meegenomen, je vriendin, geloof ik. Ja. Nou, hartstikke leuk dat zij je zo gesteund hebben. En top dat je hierbij aan tafel hebt gezeten. Voor u thuis, bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie die eerste uitzending leuk vonden. We gaan deze hele week door met hele spannende uitzendingen. Dus dat wordt volgens mij, volgens ons, erg leuk. Tieten schiet de helikopter, hè? Tieten schiet de helikopter, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ga vooral nog niet weg, want we zorgen nog voor een kleine uitsmijter als dit programma afgelopen is. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg! Doei. Doei. Thanks for watching. Join us again tomorrow with Poker Inside. Hey Frankie! Hallo Brumko, hoe gaat het met jou? Beetje koep, hè Frankie? Beetje te veel gejouwperies erheen? Nou en of Remco, en nu heb ik een hangover van heb ik jou daar. Breng me de big niet over Frankie, ik heb ook een hangover. Ik heb zelfs zo'n hangover, ik voel me zeg maar net als die gasten in die ene film. Die met die 3 gasten die in Las Vegas een hangover hebben, bedoel je, Remco? Ja, die ja. Goeie film is dat, Frankie. Ik kan er alleen even niet opkomen hoe die ook weer heet. Ik ook niet, Remco. Kun je nagaan wat een enorme hangover we hebben, hè? Ja. Awesome. De Frankie Remco Show is puur fictief. Elke gelijkenis met bestaande live-reporters berust op louter toeval.